Oké. Nou, ik ben Thijs. Ik ben DevOps engineer en consultant bij Xperit. Toen ik net was begonnen bij Xperit, ben ik begonnen bij de klant Taka. Daar zit ik nu ongeveer een jaar. Met het team binnen Xperit hebben we gewerkt aan software voor de klant wat 24/7 beschikbaar moet zijn. Taka die heeft een gasopslag in Alkmaar. En onze software die regelt alle communicatie met alle klanten. En per uur kunnen wij kijken van wat past er optimaal door de buis, wat zeg maar de grond ingaat. Ja, wat in onze software nog digitaal is, wordt eigenlijk diezelfde dag nog fysiek. En dan wordt er ook gas uit de gasopslag gehaald. Waarom werk ik bij Xperit? Mijn vorige werkgever die deed ongeveer soortgelijk werk als Xperit. En ik had daar niet echt het gevoel dat ik daar echt impact kon maken. En nou ja, toen ik bij Xperit eigenlijk kwam werken, merkte ik dat het gewoon een hele open sfeer was. Ik denk dat Xperit me helpt in mijn carrière. Doordat ik werk in een groep waarmee we samen elke dinsdagavond een kennisdelingssessie doen. We hebben elk jaar offsites waarin we elkaar beter leren kennen, waarin we trainers inhuren die ons leren omgaan met bepaalde situaties. Ik denk dat dit soort dingen mij echt persoonlijk kan ontwikkelen. Mijn most epic shit moment bij Xperit was dat ik vorig jaar de kans heb gekregen in Polen, Warschau, een workshop te geven voor 150 man. Over Angular en .NET Core. In mijn ogen is een typische Xperiter is iemand die toegankelijk is, eerlijk en eigenlijk soms te eerlijk. Wat jullie nog niet van me weten is dat ik af en toe een ochtendje vrij neem om gewoon lekker naar het strand te gaan als er wind staat. En dan pak ik mijn kitesurf spullen en dan ben ik lekker op het water te vinden.